met Sylvana Thinks Love. En normaal krijgen jullie allemaal vlogs van mij. En zo. En, maar nu komt er een video waarom ik uitleg waarom ik ben gaan vloggen. Sorry voor deze troep op mijn kamer, maar het kon niet anders. Ik ben al bijna een jaar bezig. Volgens mij op 24 augustus ben ik een jaar bezig met vloggen. Of jullie. Een van die twee, maar ik weet het niet zeker. Ja. Dus leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En dit is een uitlegvideo waarom ik ben gaan vloggen. Dus veel plezier met kijken en luisteren. De reden waarom ik ben gaan vloggen is ja, omdat mijn moeder heeft, ja, is niet echt ziek, maar ze kan niet meer alles meemaken. Daarom ben ik gaan vloggen, omdat ze als ze mijn vlog ziet, dat ze toch ziet dat wij plezier hebben. En zo kan ze dus toch zien hoe wij die dag beleven en zo. Dus daarom ben ik ook gaan vloggen. En dat ik haar ook een deel meeneem in die vlog. Dus als ze die vlog kijkt, dan weet ze bij zijn eigen van... oh ja, zo had die dag kunnen zijn. Dus, ja, mijn moeder heeft vroeger ook altijd een Efteling-abonnement gehad. En die ging ook altijd mee naar de Efteling. We gingen altijd naar de Efteling met haar. En met mijn vader. En met mijn opa en oma. Dus vandaar ben ik ook gaan vloggen. Zodat ze die momenten niet mist. Mijn moeder kreeg in 2012 of 13 een herseninfarct. Ik was daarbij. We waren in de stad aan het winkelen. En opeens kon ze de been niet meer bewegen. Dus we gingen ergens zitten op het terrasje. Want het was in de winter. We gingen ergens zitten op het terrasje. En op een gegeven moment kon ze weer een beetje lopen. Maar toen 10 minuten later kon ze weer niet lopen. Dus toen heb ik mijn vader opgebeld. Toen zijn we naar huis toe gegaan. En opa en oma waren toen ook op bezoek. Ja, die kwamen toen ook in de middag. Maar we dachten dat er gewoon niks aan de hand was en dat het gewoon voorbij ging. Maar mijn opa en vader, die hebben toch de dokter gebeld. En de dokter is toegekomen. En toen heeft de dokter ambulance gebeld. En toen zijn we naar het ziekenhuis toe gegaan. En uit al die uitslagen was gebleken dat mijn moeder een herseninfarct had gehad. Nou, allemaal dit en dat. En ja, ik weet niet meer zo heel veel van, want het is best lang geleden. Ze heeft in totaal 5 herseninfarct gehad. Ik was er bij 3 was ik erbij. Dus ik heb haar ook 1 keertje gevonden. Toen was ze op de badkamer gevallen. Toen kwam ik net thuis van mijn werk. Toen wou ik met de hond gaan wandelen. En, maar de hond die wou niet mee, dus die wist dat er niks aan de hand was. Dus ik ging boven kijken, toen lag ze daar op de grond. Dus toen heb ik haar ook gevonden. Toen heb ik de ambulance gebeld en toen zijn we weer naar het ziekenhuis toe geweest. Dus dat was voorlopig de laatste. Even afkloppen. Ja, nu gaat het weer goed met mijn moeder. Mijn moeder is een half jaar uit huis geweest om even rust te hebben. Ergens anders te wonen. En sinds mijn verjaardag, dus op 3 mei, is ze weer terug thuis. En ja, het gaat helemaal goed. Dus ik ben blij. Echt blij dat het zo goed gaat. Weer met ons allemaal. En ja, laten we hopen dat het goed gaat. Dat het goed blijft gaan. En dat ze gaat genieten van het leven. Want dat heeft ze wel echt verdiend. En ja, dat was eigenlijk mijn verhaal wel een beetje. En over, als jullie deze video zien. Dan over, even kijken. Deze video komt aankomende maandag online. Dus dat is dan die maandag dat jullie hem kijken. Dan een week later komt er een vlog online. En dan die vrijdag is de eerste zomeravond, dus dan is het 6 juli. Dus dan wordt een superleuke vlog. Dus
Ja, dat wou ik dus even kwijt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie graag bij de volgende vlogvideo. Dus doei doei! Oh ja. En nog even abonneren als je dat niet hebt gedaan. Daar zou ik heel blij mee zijn. Want ik wil voor het eind van het jaar, dus in december het liefst, wil ik 200 abonnees of meer hebben gehaald. Dus daar zou ik echt super blij mee zijn. Dus je mag altijd naar me toe komen of iets vragen. Dus doei doei!